Een hele goede morgen. Welkom bij een nieuwe Ups & Downs. Ik heb Jordi nog niet naar school gebracht. Want Jordi zit namelijk daar. En hier zit Sam. En daar zit, staat Liam. En dan denken jullie waarschijnlijk, Mandy, waarom is hij niet naar school? Nou, gisteravond had Jordi koorts. En ik had hem dus paracetamol gegeven en dat ging eigenlijk best prima. Liam, niet in je mond. Niet in je mond. Uit. Goed zo. En vanochtend, toen hij opstond, heb ik eerst even verhoging gemeten. Dat was 37,9. Plus Jordi heeft ook een schimmeltje. Die ben ik sinds vrijdag aan het behandelen al. Dus hij moet ook iets beter verzorgd worden dan dat hij normaal wordt. Niet dat hij normaal slecht verzorgd wordt hoor. Daar gaat het niet om. Maar hij moet nu iets beter bekeken worden, et cetera. Hij gaat nu ook iedere avond even de douche in, dat het even goed lucht. Sam, ik word niet goed voor jou. Dus ja, hij heeft ook echt jeuk aan. Het is wel een stuk rustiger, dat wel. De schimmel. Maar het is nog niet weg. En ik behandel het toch liever zelf. Dus het hele verhaaltje compleet heb ik gezegd, hij blijft thuis. Wat ze op school ook natuurlijk begrijpen. Sowieso is het zo dat als een kind niet zonder paracetamol naar school kan, in verband met bij wijze van spreken verhoging, mag hij niet naar school. Dus dat sowieso. En jij bent een beetje verbrand van het weekend, hè? Ik had je ingesmeerd, maar niet gelukt. Ze hebben net fruitje gehad. Rood fruit, zoals je ziet bij Sam. Sam is een beetje verbrand van gisteren. Ja, dat zie je echt goed, hè? Ik heb Jordi ook even Ranja gegeven. Altijd goed, extra vocht. En hier zit onze Liam. Ik ga ze zo even lekker schoonmaken. En dan ga ik even met ze naar de winkel, even een paar boodschapjes halen. En dan gaan we kijken hoe alles loopt vandaag. Oh, ik had trouwens een nagel gerepareerd, maar die is alweer afgebroken. Soms heb je daar wel eens dat je gewoon echt continu die nagel afbreekt. Maar ja, dat is nou eenmaal zo. Ik moet sowieso mijn nagels weer doen hoor, want ze zien er niet uit. Ik mis hier ook weer een stukje. Ik weet niet of je het ziet. Hier zo. Dus ja. Ze zijn wel weer zover dat ze gedaan moeten worden. De drie etters zijn allemaal wakker. En ik ga ze heerlijke stinkchips geven. Als Niels dit eruit, die gaat echt hoppadam. Maar dit hebben ze dan weer van mama. Van mama vindt ze lekker. Gelukkig is het niet omgevallen. Ik ga ze even lekker stinkchips geven en drinken. En dan ga ik er weer. Niels is inmiddels thuis. De kindjes hebben gegeten. Niels is heel eventjes bezig om Jordi nou te gaan verschonen. En zijn pyjama aan te doen. Ik maak Mandy's versie van tacos-achtig iets. Weet ik het. Mijn versie. Ik zal jullie even meenemen hierin. Een hele goede morgen. Vanochtend was het al druk, want de fysio kwam. Daarna Jordi naar school gebracht, want het ging al beter met het kind. Dus daar profiteren we van. Lekker even wegbrengen.
Donderdag hebben we het MDO-gesprek van Jordi. Ik heb expres niks erover in de vlog gezegd, want hè. Maar ik ben er wel heel erg zenuwachtig voor. Gelukkig heb ik wel een fysiotherapeut en een lerares van Jordi school. Die sowieso snappen wat ik bedoel en wat het doel is. Dus we zijn benieuwd. Maar voor nu, de kindjes die gaan dadelijk naar bed. Het is bijna broodtijd. En gaan we lekker brood eten. Maar nu zijn ze nog even aan het spelen. En ik heb natuurlijk de tv even aanstaan. Ik heb vannacht best slecht geslapen. Ik heb bij mij, mijn schouders zijn gewoon een hele gevoelige plek voor mij. En ik heb dus weer in allebei de schouders slijmbeursontstekingen zitten. Yay! Geweldig! Maar ja, dat is nou eenmaal zo. Dadelijk als donderdag voorbij is, dan zal het wel weer een beetje gaan zakken. Hoop ik, wil ik, denk ik. Dus we gaan het afwachten. Maar voor nu heel eventjes nog op de bank zitten. En dan dadelijk de kindjes brood geven en naar bed. Kindjes liggen op bed en ik ga serie kijken. Ik ben Stranger Things aan het kijken. Ik heb al die seizoenen al gezien. En het volgende seizoen staat er al op. En iedere keer ben ik het aan het uitstellen. Of denk ik ga dit kijken. Nu ga ik het kijken. Ik heb Liam en Sam uit bed gehaald. Toen zijn we Jordi gaan halen. Even rustig aandoen. Hij heeft vandaag buikpijnklachten op school laten zien. Dus prima. Maar nu eerst even lekker Chippy. Dan ga ik hem helemaal verschonen. En zorgen dat hij zijn crampie heeft. Ik heb even eten voor de kinderen gemaakt. Ze eten kippenhorstje met Hollands pannetje. Daar zitten aardappeltjes, mais, wortel, boontjes, ertjes. Dat soort dingen in met een kippenhorstje. Voor jullie heb ik ervoor gekozen om het heel even te pureren. Hij heeft vandaag gewoon heel veel buikpijn. En ik ga hem even ontzien. Dus dat ga ik even doen. Ondanks dat we er natuurlijk mee bezig zijn met zijn buikpijn, betekent het wel dat ik hem wel moet blijven lezen. En dat doe ik ook, want ik vind het gewoon heel belangrijk dat hij soms ook eventjes niet hoeft na te denken. Dat vind ik heel belangrijk. Ik ga ze even allemaal klaarmaken. Schoon luier, et cetera. En dan gaan we lekker eten. Tenminste, de kinderen gaan eten. Ik zal jullie even proberen mee te nemen in het feit hoe Jordi nu eet. Want hij hoeft hier vrij weinig voor te doen. En hij is er eigenlijk wel blij mee dat mama dit een keer voor hem gedaan heeft. Goed hap, hè? Mond open. Soms maak je gewoon een keuze voor je kind. En meestal heb ik wel door wat hij wil. Soms geef ik het hem ook helemaal niet hoor, wat hij wil. Maar ik zie dat hij dit wel even nodig heeft. Goedemorgen, ik heb alle kindjes in de auto zitten. Liam gaat naar schooltje, die is helemaal zonklaar, want ze gaan met water spelen als het goed is. En Jordi gaat ook naar school en dan ben ik alleen met Sam, dus heb ik even wat rust. Daar zitten we dan. Ik had vanochtend gedoucht en niks in mijn haar gedaan. Oh, echt, het ziet eruit. Maar goed, tadaa, we zijn alleen. Nu ga ik eventjes naar de winkel toe, want ik heb wat dingetjes nodig. Om 11:15 heb ik een gesprek voor Liam. Bij het KDV over hoe hij het doet, et cetera, dat soort dingen. En ja, we gaan kijken hoe en wat. Ik sta in de winkel en ik had echt zoiets van, wat ga ik eten? Ik heb niet zin om te koken. Dus
frietjes. Tadaa. Dat is wat we gaan eten. Vanavond dan, hè. Ik heb voor Liam voor zo dadelijk croissantjes mee. En voor Sammy. Voor deze lekkere dik op van me. Jordi opgehaald. Kindje wakker gemaakt. Ze waren een beetje lastig wakker te krijgen. Maar ja, hè. Normaal lagen ze al lang te slapen toen we thuis kwamen. Ik ga even mijn Bertje Hendricks uittrekken. Want het is heet. Dus dat ga ik doen. Dus als je me met platte flappen langs ziet komen. Het is warm, ja? Jordi is even wakker aan het worden. Ik ga zo eten maken. Wat heb ik hier nou weer? Ik begin aan mijn tweede jeugd, mensen. In ieder geval, ik ga zo eten maken. En zorgen dat dat klaar staat. We lagen later even uit hoe en wat. Niels die is eventjes met Liam ergens heen. Naar iets waar dat die iets met kinderen, weet ik het. I don't care. Ondertussen zit ik met twee anderen hier opgescheept. Jordi die zit even tablet te kijken. Die was even lekker over de zeik. En ik zit hier met de lolbroek. De leukste thuis. Ja, zeker. Je hoeft me niet uit te kleden, vent. Ik weet dat je me heel mooi vindt. Maar dat hoeft dan ook weer niet, hè. Kom maar. Yay. Ja, ben je ook op je oor gestoken, jongen? Oh nee, het gaat schreeuwen. De pomp staat aan. En het zwembad is gevuld. Ja, hij ziet er nog groen uit, maar dat is normaal. Dat is dadelijk met een anderhalve dag is dat weg. En dan nu gaan we even uitleg geven over vandaag. Ja. Neem jij het woord? Ja, we hebben een gesprek gehad dan over Jordi. Eigenlijk is er eigenlijk gebleken dat iedereen eigenlijk hetzelfde doel heeft om Jordi gewoon zo goed mogelijk te helpen. Alleen dat het nog niet bekend is hoe we dat moeten gaan doen. Ja. Dus we hebben nou afgesproken dat we 4 weken, 2 maal daags buikmassage gaan proberen. En dat we nog met een diëtist om de tafel gaan. Om te kijken of er nog iets aan zijn voeding aangepast kan worden. Zodat hij minder gas heeft. Waardoor hij minder buikkrampen krijgt. Ja. En dan gaan we daarna evalueren. Ja, dat is eigenlijk wat we gaan doen. We gaan nou gewoon iedere keer iets proberen. En aan de hand daarvan
gaan we evalueren of dat iets is. Ja. En bijvoorbeeld een stoma is niet van de baan, maar dat is wel een hele ingrijpende operatie en ingrijpend voor het hele leven. Ja, dan moet zeker zijn dat er niet iets anders gedaan kan worden wat wel helpt. Ja, we hebben in de tussentijd al heel veel gedaan, hè? Dus er is ook al heel veel weggestreept. Maar dit hebben we bijvoorbeeld nog niet geprobeerd. Jordi heeft natuurlijk Down-syndroom, een lage buikspanning, et cetera. Dus het kan ook weer daarmee te maken hebben. Dus we gaan nou gewoon per keer kijken, iedere keer. En dat is eigenlijk een beetje wat er besproken is. Mm-hmm. Gelukkig hebben we alle neuzen dezelfde kant op. Dus alle zorgverlening, kinderarts van Jordi van de Down-poli, de chirurg, eigenlijk iedereen in het Radboud, wij, de fysio, school, hebben eigenlijk allemaal wel hetzelfde voor ogen. Dus, ja, en de, waar iedereen mee bezig is, dat is nou bij elkaar gebracht. Ja, en dat wordt ook gewoon, ze houden elkaar op de hoogte, zeg maar. Dus ja, dat is wat, wat het eigenlijk momenteel is. Dus er gaan de komende tijd gaan er waarschijnlijk dingen gebeuren die jullie misschien niet volledig zullen snappen. Maar ja, wij zijn gewoon aangewezen op wat er bekend is over je sprong. Mm-hmm. En over Down-syndroom. En ja, daar moeten we toch mee doen. Want ja, het hele ding is gewoon dat, ja, dat je er tegenaan loopt, dat je eigenlijk wil je gewoon geen grote operatie hebben. Maar ja. Ja, als het nodig is, dan is het nodig. Ja, dus we gaan eerst alles proberen. Andere dingen proberen. En ze heeft ook contact met Amerika, Engeland, weet ik het. Dus er wordt genoeg overleg gepleegd over Jordi natuurlijk. Om te kijken of dat er nog meer mogelijk is. Ja. Dus dat is wat we wilden vertellen. Nu liggen alle kinderen op bed. Ik ben hier een beetje aan het opruimen en ik ga zo nog even editen. En dan is het gewoon een kwestie van niks. En klaar met de dag. Ja. Dus bij deze gaan we ook deze ups en downs afsluiten. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende.